Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zie je veel bewolking boven Nederland. En boven het westen en noordwesten hing vanochtend vroeger stevige regen- en onweersbui. Die bui trekt vanochtend via het noordwesten over de Wadden-eilanden en Friesland naar het noorden weg. En daarna wordt het dus op de meeste plaatsen droog en gaat steeds meer de zon schijnen. En dan loopt de temperatuur rap op. Aan het einde van de ochtend al 27 graden in het zuidoosten en vanmiddag zo'n 30 tot 33 graden in het binnenland. In de namiddag begint de wind te draaien, wordt het aan zee koeler en komen er nieuwe onweersbuien. Die zijn eerst lokaal, maar kunnen later vanavond wat steviger uitpakken. Houd de weerberichten wat dat betreft dus in de gaten, want op een enkele plek kan het flink losgaan. Morgen nog een enkele lokale bui, zonnige periode en totaal andere temperaturen, 19 tot 24 graden, wat mij betreft lekkere waarden. En kijken we naar de rest van de week, dan ziet het er in ieder geval voor mij ook prima uit. Want die 30 graden, die hoef voor mij helemaal niet. Woensdag en donderdag 18 tot 24 graden en vrijdag plaats ik 25 graden. En het blijft de tweede helft van de week droog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.